Nou, ik heb dus een heel klein pennetje. En dan heb ik het een en ander erbij. Nou, dus glas, metaal, leer en hout. Nou, dan heb ik dus allemaal lettertjes hier. Dan heb ik hier nog het een en ander. Zoals dit soort dingen. Heel mooi gemaakt. Yep, dus dat heb ik allemaal. En dan, geduld, mam, geduld, ik ben ook gelijk nu aan het filmen voor u. Dus, en dan heb ik dus nu, heb ik al de L en de O, heb ik de V en de E opgeplakt. Dus als ik ga graveren, heb ik dus hier een duimstukje. Doe ik dus ook zo, en hij maakt dus gelijk al geluid. Alleen dat bewegen ziet u niet, maar nou, kom, scherp stellen. En leutje, scherp. Nou, en dan ga ik dus hier dus graveren. Hierin, in de V. En dat maakt herrie, ja. Oh, als dit weer hoor. Kom maar zo aan, mam. En ja, ik vind het ook doodeng. Want ik heb zoiets van, nou nog even en ik red het doorheen. Maar nee. Blijkbaar dus niet. En dan kan ik dus de V ervan afhalen. Kijk, de V kan ik er helemaal van afhalen. Zo. Haal ik het dus ook vanaf. Heb ik de V dus ook al gedaan. Ja. En dan ga ik de E dus een stukje erbij plakken naar de V toe. Even kijken. Die gaat hier weer terug. Op zijn plek waar die hoort. Zo, kijk, want ik vind dit een beetje heel erg veel uit. Dat vind ik niet mooi. Dus dan gaan we dat weer mooi erbij plakken. Gewoon er net een beetje overheen. Beetje schuin of zo. Ook wel mooi. Zo, en dan doe ik nog even de E. Nou, dan gaan we dat gewoon even doen. Het is wel een takkenherrie, maar... Ja, is handig, toch? Nou, dan ga ik even blazen. Astrid die zegt, ik word gek van. Ik weet ondertussen wel dat het coronavirus is. Op mijn tijdlijn. En heb ik dus de loof gedaan. Het loopt niet, hoe lang ze kan gaan zetten. Het is ook lekker weer. Maar zij is een behendiger dan zij. Ja, en ga zwemmen dan. Go! Mm-hmm.
Ja, ze komt er vanzelf uit. Ze is net ook uitgekomen. Hoe kom ik eruit? Nou, je bent er net ook uitgekomen. Ja, en toen? Nou, dan ga ik maar even nog zwemmen. Deze kant, schat. Kom maar. 1, 2. Uitdagen. Ja, kom maar. Goed zo. Ja. Wat een mooie kont heb jij zo, wijfie. Hey. Lekker, hè? Ja, je bent braaf. Oh, wat ben ik straks blij in december met mijn nieuwe telefoon. Ja, gaan we zwemmen? Nee! Jullie zijn vies, nat. Nee! Eens kijken naar je poten dan. Ja, daar zijn jullie weer. Hi. Ja, en hier ken je het wel, hè, meis? Dit is voor jou eigenlijk een soort van thuisbasis. Ga kijken dan. Ga erin dan. Ga maar kijken. Lekker vies worden je. Ja, ga maar lekker drinken. Ga mee. Ga kijken bij je zus. Daar, ja. Nee, die mevrouw laten we lekker met rust. Lijkt me heel handig. En dit hoort foever ook, hè? Dat hoort hij. Hier, kom!
Zo, we zijn even weg. En we zien gelijk dit. Kiekeboe. Oké, ik zie dat een stukje. Ik kan het anders niet zien. Zo, dit is gaaf, hè? Gewoon even helemaal geen hek. Ja, wel hekken, maar geen bouwschutting. Kikken. Wauw. Jeetje, Mina. Oh, wauw. Nee. Hey, daar waren we weer. Zo, dan wat gaat het hard. Ja, dat weet ik. Maar hier nog niet in. Een keer verder. Wauw, hij is mooi geworden. Kijk dan hoe mooi. Wauw, kijk. Hij is heel mooi geworden. Wat je nood uit gaan. Kijk, dit is een veel mooier beeld. Mijn zoon moet nog even naar achteren. Boven en mijn macht werken, maar oké. Miep. Ja, dat is de oranje schaar, ja. Hey. Poppenkind. Hey, meisje. Luffy. Kijk eens hier. Ga eens liggen. Af. Beauty. Af. Nee. Dat is af dan. Oh, dat was mijn deken.
Nee. Hé. Hey. Hier. Kom ding. Kom eens hier. Kom ding. Al niet. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe weekendvlog. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stalman van de Werf. Het is vandaag vrijdag 13 maart. Het is nu 9 over 1 in de middag. En wij hebben nog een hoop dingen te doen. Zoals naar de autogarage en naar de doeklas. Maar we nemen jullie gezellig mee. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier. Doei! Ja, nou, ik heb nog een warm hoofd. Ik moet even mijn haren wassen. Dat doe ik zo meteen. Ik moet nog even mijn armbandje om. En mijn horloge om. Ik ben nog niet helemaal wakker, maar dat zien jullie ook wel. Eens een keer. Maar dat maakt niet uit. En ik heb nog steeds lekker Roderick aan de telefoon. Al bijna 2 uur. Ja, ook handig toch? Ja, 2 uur. Yep. In die 2 uur had hij al lang al hier kunnen wezen, toch? Ja. Dus ja, het is nu bijna... Het is nu... 2:05. En ik ga het zo even hun doen. En dan ga ik me een beetje opkalfateren. En dan ga ik een wasmachine aandoen. Met was erin. En dan is dit denk ik een stukje beter. Dus zo zie ik eruit als ik net eigenlijk uit bed kom. Ja, handig hè? Heel handig. Maar oké. Is ook lekker aan het regenen. Dus ja. Waar loop je? Waar loop jij? Oké, bezig. Nou, dat is in de buurt. Nou ja, komt wel goed. Tot later. Nou ja, tot later hoeft eigenlijk niet. Maar oké. Komt wel goed. Nou, wat zei ik? Het regent. Kijk, het regent. Mijn balkon moet ook weer even schoon. Kijk, het regent. Eeuw. Kijk. Kijk, daar hebben we Roderick. En hij heeft een muts op. En de Unox muts. En meneer heeft een paraplu. Ja, meneer heeft een paraplu. Meneer is bang om nat te worden. Ja, hij is heel bang om nat te worden. Die is bang. Maar ik niet, want ik loop zo met mijn jas aan naar buiten hoor. Met honden op deze manier. Zonder paraplu. Ik wel. Kijk, daar hebben we Roderick. Handig. Erg handig. Kijk. Zo, nou, ik heb mijn haar kunnen wassen zoals je ziet. Ik zie er al wel een beetje beter uit, maar nog niet helemaal. Nou ja, en zoals jullie horen heb ik mijn moeder aan de telefoon. Dus die ga ik even lekker aanhoren. Want ze heeft bezoek, Ruud. Dus ja, komt ook wel weer helemaal prima in orde. Yes, thank you. Het is weer druk. Het zal maar niet zo wezen. Ik heb hier dan nog eentje boven, hoor. Het is nog steeds gratis en het blijft gratis. Het gaat een beetje beslaan. Ja. Even misschien even aangeven. Over de spiegel. Hé. Ik kan het zo niet zien. Nee.
Nee, maar daarom, misschien is het ook even goed om aan te geven bij de beveiliging. Misschien dat hun dat weer door kunnen voeren. Het is alleen hier, hè? De eerste jaar. Ja. Hier is nog een plekje vrij. Ik ben heel snel, hè? Dat wou ik even horen. Kijk, wauw. Ja, die is mooi. Wauw. Gaaf. Kijk, u doet het heel netjes achter me langs lopen. Nee, vloggen. Aan het vloggen. Aan het vloggen. Nou, schap leeg. Daar is vol. Deels. Hier is nog vol. Nou ja, vol. Het gaat lekker. Daar leeg. Daar een hele schap leeg. Daar is leeg. Ja. Dit is leuk even voor een vlog, schat. En we komen tegen een hele schap leeg. Bijna, ja, hele broodvoorraden leeg. Ik vind het wel humor hoor, eigenlijk. Iedereen is gewoon bang. Ik heb zelfs vandaag weer iemand een hand gegeven. Hey. Waar was dat? Moet ik even denken. Dat is, waar was die schap ook weer? Daar, hè? Ja. Ja, ik moest even denken. Nou, de snoep gaat nog niet zo erg, had hoor, schat. De snoep kun je nog kopen. Ah, heerlijk. En wat komen we tegen? Een hele schap weer leeg. Ja, iedereen is zo bang, mensen. Kom, gaan we even die kant weer even op. Kijk. Ja, ik wil even lege schappen filmen, hè, vanzelf. En voor de vlog is het leuk. Bij de broodschap, ja, is ook een hele goeie. Bij de broodschap, ja. Ja, pak jij maar een mandje, is goed. Hier is alles vol. Dus dit is en dit is wel weer goed, hè, voor de economie. De vleesafdeling is nog goed gevuld. Hier ook nog alles goed gevuld. Hé, hey, ik zie lege schappen. Heel handig. Lege schap. Lege schap bijna op één na. Nou ja, dat is niet van hier. Lege schap, lege schap. Daar zie ik ook weer een lege schap. Waar gaan we heen, jongens? Echt. 1, 2 lege schappen. A lege schap. Kijk, ga goed. A lege schap. Ja, en de broodafdeling is ook bijna leeg. Ja. Waar gaan we naartoe? Hoe zei je dat, schat? Wij zijn Cor en Ona van de Onacor vakantiereizen. Ja. Top? Ja, precies. Ja. Prima, dat. Nou, en hier ook halve schappen leeg. Ja, is handig, toch? Halveschappenleeg.nl. Het staat nergens op, hoor, dit, jongens. Serieus. Waterstaat. Een vet ongeluk waarschijnlijk gebeurd, want alle wat omgeleid richting de A4, A13 is dicht.
En toen was het alweer zondag, ja, de 14e. Ja, en bijna 12 uur, bijna. Zoals jullie zien zit Roderick gezellig voor het stuur en niet achter het stuur, want dat gaat moeilijk. Want hij zit niet hier, nee, hij zit ervoor, ja. Wat? Het is toch zo? Ja. Dat gaat toch een beetje moeilijk? De achterkant is ervoor. Hoe zei je dat? Dit is de achterkant van het stuur? Ja. Vanuit mijn gezicht? Ja. De voorkant van het stuur? Ja. Precies, dus dat. Nou ja, de Wii is ook vandaag voor het eerst open. Dus wij mochten bij de opening aanwezig zijn. Ze zijn al open vanaf 9 uur. Dus, maar ik mocht ook binnen filmen. Dus ze hebben expliciet doorgegeven. Dus daar gaan we dus naartoe. Dus ja, leuke weekendvlog wordt dit. Waarschijnlijk in twee delen. Maar dat moet ik dan maar weer zien. Jij was sneller als mij, dame. wou het net doen, toeteren. Hey. Maar het is mooi weer, dus wij gaan er lekker op uit. Yes. Sick cars. Heb je er zin in? Ik wel. Mooi. Ik ook. Zo, en waar zouden we naartoe gaan? Nou, kijk eens mensen. Mooi het al wordt. Nee, schatje. Ja, het is wel lekker boven. Het is mooi weer. Dus dat weet je. Zodra het mooi weer is, knal lekker naar boven. En kijk uit, want ik heb Jan op de vlog. Hè, want, wat zo gevaarlijk is, vinden wij. Je ziet dus nu niet wat er aan de andere kant in principe aankomt. Dus of ik hier dus een mooie spiegel kan halen op de eerste etage. Ik weet dat het winkelcentrum dus ook mee kijken. Ja. Ik weet niet of er anderen daar ook last van hebben die dit ook misschien kijken. Laat gewoon even dan een reactie achter. Dit mag dus niet in de winkel zitten. Nee, opletten. Hoor je hem? Ding. Hij loopt ergens tegenaan. Nee, maar hij loopt ergens tegenaan. Ik wil even weten waar hij tegenaan loopt. Zo, de grand opening, toch? Yes. Ja, we gaan gelijk inderdaad eerst even lekker boven kijken. Ja, via de trap kan.
Of gaan we eerst gewoon even beneden kijken? Heel mooi. Ja, ja, ja. Ja, ik was hier gisteren al en ik heb toestemming om te mogen filmen. Dus. Ja, je komt er nou wel op, hè? Je komt er nou wel op, dankjewel. Dankjewel. Dat gaan we doen, zeer zeker. Nou, proost, hè, op de opening. Thank you.
Altijd lekker. Maar dan maak ik eerst even mijn rondje af. Zeker. Ga ik ook doen. Lekker doen. Zou je die kant opsteken? Die kant of die kant? Paaltje. Hoe het behoort ga je nu doen. Ja. Hier moet je stoppen als je wil spookrijden, snap ik niet. Een antennetje. Handig. We hebben een car-antenne, hè? Deze hier. Ja, precies. Ja, Roderick, Zie je, mag je wel rechtsaf en rechtdoor, maar je mag niet rechtsaf en rechtdoor, dat is dat ook niet. Nee, ik ook niet. Hier moet je stoppen, daar mag je niet inrijden. Maar is toch handig? En hier moet je weer stoppen als je die kant op gaat. Die kant op gaat wel, maar je hebt ook nog haaientanden. En hier moet je verplicht rechtsaf. Ja, want linksaf kan natuurlijk niet. Oh, heerlijk dat geluid. Alleen 's ochtends vroeg al. Nee. Even mee wakker te worden. Nou, nee. Ja, rijden maar. Miep, miep. Kom maar, meneer. Met je Toyota Yaris. Wil je er nog wat bij tanken? Is dat nodig? Weet ik veel. Goedkoop is wel. Ja, als het echt goedkoop is wel, ja. Dan is het handig. Gaan we zo er even op letten, yes? Maar net zeggen, jij bent sneller. Nee. Wat rijdt die langzaam, zeg? Dat zeker. Jeetje, meneer. Ja, en zoals ik. Dat is handig, toch? En dit is einde 30 zone. Ja, lopen we. En wij hebben haaientanden, hè? Ja, nou ja. Maakt niet uit. Graag gedaan, jongen. Dan gelden niet voor voetgangers. Ja, dat maakt alleen niet uit. Voor besturen. Maakt niet uit. Ik kom van links. Er is dubbel geen voor. Nee, ik wou net zeggen. Ga er lekker naast staan. Niet erachter. Achter die slomen. Hou, alsjeblieft. Ik wou net zeggen.
Ik ben dus een mooie roze Fiat. Fiat 500? Fiat. Fiat. Ja, ik was een Saskia. Fiat. Zeker aan 500. Dat is maar één. Joepie! Doei! En een lekker vooruit houden. Mazzel! Zo. Eens even kijken hoe duur het is. 1,51. 1,51,9. Is. Het is redelijk goedkoop.